Welkom bij het RTV 9-verslag van Koninginnedag 2011. RTV 9 is aanwezig in Nieuwegein, IJsselstein en Lopik. We gaan in deze uitzending aandacht besteden aan verschillende Koninginnedagactiviteiten. Zo waren we bij de Obade en bij de verschillende vrijmarkten in deze regio. Veel kijkplezier. Op Koninginnedag zijn de traditiegetrouwe veel vrijmarkten. Zijn de vrijmarkten nog wel van deze tijd? We bezochten vandaag verschillende vrijmarkten en namen de proef op de som. De vrijmarkt in Vreeswijk begon eigenlijk al op vrijdagavond. Handelaren probeerden de beste plekken te krijgen en begonnen al vroeg met opbouwen. U zit hier al, u staat hier al. Ik en het is vanaf, nu precies... Vanaf 6 uur. Vanaf 6 uur? Ja. En waarom al zo vroeg? Ja, anders is er geen plekje meer. Anders ja, is alles als ik al hier... weg. Echt waar? Ja, serieus. Kijk maar om je heen. Alles is al bezet. En is dit een plekje waar u ieder jaar wil staan? Nee, ik stond altijd aan de overkant hier. Ja. Dus ja, en het is gezellig. En daar doen we het voor. Maar Marktplaats is ook een item om te verkopen. Ja. Dat ook geprobeerd? Nou, kleding proberen we en boeken wel eerst via Marktplaats. En wat niet lukt, dat nemen we hier mee naartoe. Is er ook een bedje voor vannacht of wordt een, het zo verpakt? Een slaapzak en een vlieskleed. Dus, en een lekkere stoel, dus het moet gaan lukken. Koninginnedag was flink oranje gekleurd. Door het warme weer deed de horeca goede zaken en verschillende vrijmarkten in onze regio waren goed bezocht. De oranjeverenigingen in Lopik, IJsselstein en Nieuwegein zijn tevreden over het verloop. Het was een rustige start vanochtend en om 9:30 begon het pas echt te komen. En nu is het gewoon helemaal gezellig druk. Hoe is de verkoop tot nu toe gegaan? Ja, redelijk. Vorig jaar was beter. Ja, maar... Het is nog vroeg, dus ik kan nog niet echt zeggen of het goed of slecht is. Hoe is het met broodrooster? Die ben ik kwijt. Broodrooster is... Het oventje ben ik kwijt. Dus dat gaat goed. En nog iets gekocht vandaag al? Nou, kijk eens even voor de tweeling. Er is genoeg, hè? Er is genoeg, kijk. En die liggen heerlijk te slapen. Ja. En dat betekent, want ik zie ze natuurlijk liggen, maar alles wat daarachter verstopt zit, dat is allemaal geslapen. Ik heb nog een oudere dochter van 4, die is op het springkussen. En de rest is allemaal voor de tweeling. Ben je hier al heel lang? Ja. En heb je al heel veel verkocht? Ik denk het wel. Echt waar? Heb je al heel veel centjes verdiend? Ja. Dames, Koninginnedag 2011, wat is dat voor jullie? Geweldig. Leuke verkoopdag. En waar gaan we naar op zoek? Naar leuke boeken. Ja, autootjes voor mijn zoon eigenlijk. Daar lopen we voor. In de verschillende gemeentes worden ook de traditionele obades gehouden. Maar wat is dat eigenlijk? Een obade is een hulde brengen
door middel van een lied. En dat kunnen meerdere liederen zijn natuurlijk, kunnen allerhand liederen zijn. Maar dat doe je ook als eerbetoon voor degene waarvoor de obade gehouden wordt. En wij houden dus de obade ter gelegenheid van het feit dat wij op 30 april de verjaardag van onze koningin vieren. Dat zijn traditioneel vaderlandse liederen, echte ouderwetse vaderlandse liederen. Maar wij hebben dat wat gemoderniseerd. We hebben daar wat modernere liedjes in voor laten komen. En, maar de bekende oude vaderlandse liederen, zoals de Zilvervloot en iedereen kent dat wel in de stad Zaltbommel. Dat zijn toch wel ouderwetse dijenkletsers die velen mee kunnen zingen. Zolang ik voorzitter ben, is er een obade in IJsselstein. Zolang ik voorzitter ben van de Oranje Vereniging dan uiteraard. Hè? Want het is de Oranje Vereniging IJsselstein die dat organiseert. En dat, ik zit al ruim 25 jaar in het bestuur. En voor mijn tijd werd het ook al gedaan, dus een hele tijd. En de Oranje Vereniging bestaat meer dan 110 jaar. Bij diverse gelegenheden, maar de belangrijkste, wordt een obade gehouden. Dat kan zijn als iemand een feestje viert, iemand die 50 jaar getrouwd is, die kan een obade krijgen of een serenade als het 's avonds gehouden wordt. Maar traditiegetrouw doen wij dat altijd hier in IJsselstein als Stichting Oranje Vereniging met Koninginnedag. Vieni via di qui, niente più ti lega questi luoghi, neanche questi fiori azzurri, via via, neanche questo tempo grigio, pieno di musiche e di uomini che ti sono piaciuti. It's wonderful, it's wonderful, it's wonderful, good luck my baby, it's wonderful, it's wonderful. It's wonderful, I dream of you. Chips, chips. Do-do-do-do-do. Chibum-chibum. Do-do-do-do-do. Chibum-chibum-bum. Do-do-do-do-do. Via, via. Vieni via con me. Entra in questo amore buio. Non perderti per niente al mondo. Via, via. Non perderti per niente al mondo, lo spettacolo d'arte varia di uno innamorato di te. It's wonderful, that's wonderful, that's wonderful, good luck my baby, that's wonderful, it's wonderful, I dream of you. Chips, chips, do 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 do, chibum, chibum, boom, do 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 do, chibum, chibum. Via, via, vieni via con me, entra in questo amore buio, pieno di uomini. Via, entra e fatti un bagno caldo, c'è un accappatoio azzurro, fuori piove un mondo freddo. That's wonderful, that's wonderful, that's wonderful, good luck my baby, that's wonderful. It's wonderful, that's wonderful, I dream of you. Chips, chips, chips. Do-do-do-do-do, chi-boom, chi-boom, boom. Do-do-do-do-do, chi-boom, chi-boom, boom. Do-do-do-do-do. Ik hoop dat u een erg fijne Koninginnedag heeft gehad.
We hebben deze uitzending met veel plezier voor u gemaakt. Bedankt voor het kijken.